Jan, ja, goed je te zien. Daar ben ik weer. Welkom. Ik was een 2 weken geleden bij Jan. En Jan, je had er toen, was je heel helder. Ik mag niet meer zeuren over corona van jou. Nee, wij proberen binnen Zeeuw inderdaad corona niet negatieve impact te laten hebben. De regels zoals de overheid die stelt, die respecteren we uiteraard. En we proberen eigenlijk alleen maar te kijken naar de kansen die het biedt. En dat zijn dan kansen online, hè, door veel meer online leads te genereren. En op die manier toch voldoende auto's te verkopen. Maar ook heel veel online afspraken voor onze werkplaatsen en voor onze schadewerkplaatsen. Dus eigenlijk meer die kansen benutten en daar dan weer een feestje van te maken. En dan krijg je een positieve sfeer binnen je bedrijf. Heb je dat feestje dat jij probeerde te vieren in deze uitdagende omstandigheden, heb je dat ook voor je medewerkers kunnen doen? Nou, dat hebben we in ieder geval absoluut geprobeerd. We hebben eigenlijk in de maand februari, we zagen dat de omzetten wat onder druk kwamen, omdat we vanaf december tot en met januari minder aantallen verkopen hadden. Ook ons werkplaatsbezoek nam wat af. En toen hebben we een bonusregeling geïnitieerd voor alle medewerkers. We hebben 550 collega's voor alle medewerkers, waarin die we genoemd hebben de Stay Strong, Stay Positive bonus. En eigenlijk om ervoor te zorgen dat we op een positieve manier in het leven en in de wedstrijd blijven staan. En iedereen te stimuleren om net even wat meer te doen dan dat ze anders doen. Kun je me toch eens even wat van dit mooie bedrijf laten zien? Ja, we zitten hier nu 2,5 jaar in dit pand. En het is een schitterend pand. We hebben hier een Nissan-activiteit, een grote showroom, een grote werkplaats. We hebben ook sinds kort het centrale magazijn hier naartoe verhuisd. Dus ik laat het je heel graag zien. En Jan, het is natuurlijk mooi dat je een heel mooi, goed, bezielend verhaal hebt. Maar je moet ook een paar dingen anders hebben aangepakt. Wat zijn nou echt zaken die je door corona anders bent gaan inrichten? Nou, wat we eigenlijk is dit een voorbeeld. We hadden het centrale magazijn gepland staan voor 2022, iets in die richting. Dat hebben we naar voren getrokken. Dat hebben we eigenlijk in april, maart-april vorig jaar, hebben we dat naar voren getrokken. Corona brak uit. En toen hadden we zoiets van, hey, dit is misschien wel het moment om een aantal interne projecten juist naar voren te trekken, omdat het wat rustiger is. We hebben dat met dit centrale magazijn gedaan. En het ruikt hier ook lekker. Ja, je ruikt hier echt de oliegeuren. Hier ruik je nog de olie. Ja. Hey, maar blijft dat hetzelfde? De overgang naar elektrisch gaat in de verkoop nieuw best wel snel. Maar juist in de werkplaatsen zul je zien dat het een veel langzamere trend is. We hebben iets van 8 miljoen auto's in Nederland. En voordat die allemaal geëlektrificeerd zijn, dat gaat nog echt heel wat jaren duren. Dus dat wordt een langzame teruggaande lijn in de werkplaats. Dit is onze Nissan showroom in Den Haag. Wat we heel sterk doen eigenlijk met alle merken die we vertegenwoordigen, is dat we volledige merkenscheiding hebben. Volledig geoutilleerd naar Nissan. En zojuist waren we in de showroom volledig geoutilleerd voor Renault. Ja, dus je hebt wel alles onder één dak, maar je kunt je van alle kanten kun je binnenlopen. Ja. En je verschillende merken, ja, in, ja, hun eigen omgeving, ja, met dus hun eigen opmaak. Klopt. Ja. Dus een klant is echt in dit geval de Nissan-omgeving. Ja. En waarbij we de werkplaats delen. Bij die auto ga je niet alleen de laadpaal aanbieden, maar je gaat ook het energiecontract, ja, aanbieden. Ja, klopt. Ja, en dat gecombineerd aan slim laden. En dan bedoel ik het echte slimme laden. Rekening houdend met de pricing op de energiemarkten. Hè, dus op de Apex. En dat als je daar op inspeelt en op het juiste manier een moment gaat laden, dan denk ik dat auto's wel eens een hele grote toegevoegde waarde kunnen hebben om op zeg maar de stroomvoorziening die in Nederland onder druk staat, hè, de infrastructuur, om daar een toegevoegde waarde in te gaan leveren. En dat wordt erg interessant. Nou, we zijn hier in het centrale magazijn. Hier vandaan beleveren we alle Renault-filialen, 8 filialen. En daarnaast alle schadebedrijven eigenlijk in Zuid-Holland. Dit nou het concept voor, zeg maar, als we kijken naar de autobedrijven en de dealerships van de toekomst. Je moet consolideren, regiofunctie, centrale vormen van magazijn. Andere diensten heb je waarschijnlijk ook centraal. Ja, is dat een manier om de concurrentieslag aan te kunnen? Ja, wat je ziet is dat er een consolidatie plaatsvindt. En ik verwacht dat corona er ook voor gaat zorgen dat er in de tweede helft van het jaar dat het alleen maar harder gaat. Het aantal dealerorganisaties per merk wordt gewoon minder. Of het aantal contractanten. En langzaam maar zeker zullen we ook steeds meer zien dat het aantal vestigingen, dus verkoopvestigingen, minder wordt. De kunst is om dat heel efficiënt te beleveren. Dus dat aan de ene kant. En aan de andere kant om after sales wel dichtbij genoeg bij de klant te houden. En die combinatie zoeken wij in ieder geval op. Ja, fantastisch. We hebben het gehad over hoe je corona ook als een kans kunt zien.
Ik mag er niet meer over klagen van Jan, dat zou ik ook nooit meer doen nu. En voor de rest ziet u ook dat u hier een ondernemer hebt die gewoon goed gebruik maakt van de mogelijkheden die er zijn. En die zich niet uit het veld laat slaan door de problemen die we met z'n allen meemaken. Waarvan we hopen dat die snel voorbij zijn, is niet Jan? Ja, absoluut. Want uiteindelijk willen we terug naar het oude normaal of het nieuwe normaal, hoe we het ook maar zeggen. Dus daar kijken we absoluut naar uit. Okay. Bedankt. Dankjewel, hè. Okay, hoi. Tot de volgende keer. Oké, hoi.